wilde bewijzen dat je met een dwarslesje gewoon de Dakar kan rijden. En dat kan. De Italiaanse motorcoureur Nicola Dutto is verlamd aan zijn benen. Maar dankzij een zadel van het Zaanse bedrijf Vicare rijdt hij mee in de Dakar race in Peru. Ja, dit was heel uniek. Dit was voor ons ook de eerste keer om een motorrijder te helpen. Een cursus op maat maken, dat doen we vaker. Maar voor een motorcoureur, dat hadden we nog nooit gedaan. Dus dat was vrij uniek. Het bedrijf maakt normaal gesproken rolstoelkussens. Die zijn gevuld met kleine zakjes lucht om doorlichtplekken te voorkomen. Diezelfde techniek hebben ze nu gebruikt voor het motorzadel. Dit is het zadel wat we voor Nicola hebben ontworpen. Op dit gedeelte zit hij met zijn zitbordjes. Op dit gedeelte is een begeleiding voor zijn benen. How was today, Nico? Fernando. Ah, I know that this day was hard because there's when you start behind the car it's a nightmare. En hoe komt een coureur uit Italië terecht bij jullie? Ja, we kwamen hem tegen op een beurs in Duitsland. Daar stond hij zelf met een steentje om zijn doel te promoten, de Dakar te rijden. Wij kwamen met hem in gesprek en vonden het zo gaaf. We hebben gezegd, we gaan jou helpen. Want voor een motorrijder die zijn benen niet meer kan bewegen, is goed zitten extra van belang. Waar een andere motorrijder normaal gaat staan op ruigterrein, ja, kan Nicola alleen maar zitten. En dit zadel vangt voor hem de klappen daarvoor op. Een goede test voor de luchtkussentjes binnenin. Ja, die cellen hebben het gehouden. Die geven over een levenslange garantie op. Dus we hadden niet het idee dat stuk zou gaan. Maar dit was de ultieme test? Dit was de ultieme test, ja. Heel veel zware terrein als dit, dat kom je niet tegen. Maar het kussen is heel, Nicola is heel, zijn motor is heel. Dus dat is allemaal goed gegaan. Helaas moest de coureur afgelopen vrijdag de race verlaten. Maar bij Vicare gaan ze ervan uit dat Nicola de wedstrijd volgend jaar uitrijdt. Hij heeft al bewezen dat hij het kan en uitrijden is... Is lastig, maar het is niet onmogelijk. Dat kan niet gewoon.